elke twee jaar opnieuw ondersteunt PMV twee nieuwe goede doelen. Het voorbije jaar, maar ook het komende jaar 2024, sponsoren of ondersteunen zij daarbij onze voorgestelde goede doelen Villa Rozenrood en Broodhuis Nodig. En uiteraard zijn Caroline en ik daar bijzonder blij om. Broodhuis Nodig is een initiatief dat ervoor zorgt dat de lege broodhozen van kinderen op school worden gevuld. Ik heb voor het project gekozen omdat ik een brief kreeg via mijn zoon, via zijn school, waarin er dus ja, gevraagd werd om een bijdrage te leveren om de lege broodhozen te vullen. Dat heeft mij toen echt aangegrepen. Kinderen die onvoldoende eten, hebben concentratieproblemen, te weinig energie om te spelen. En kinderen zijn kwetsbaar, dus ik denk dat het zeker een project is waar iedereen zijn schouders onder zou moeten zetten, want kinderen zijn toch de toekomst. Villa Rozenrood is eigenlijk een respijthuis waar gezinnen met een zwaar ziek kind 24 uur op 24 samen een leuke vakantie kunnen vieren. Toch wetende dat er telkens de correcte, professionele, medische hulpverlening is. Waarom heb ik eigenlijk voor hen gekozen? Is omdat het een initiatief is dat ik echt wel een heel warm hart toedraag. Omdat ik ook jarenlang zelf in het jeugdwerk heb gestaan. Dat mooie werk, daar sta ik volledig achter en dat wil ik ook maximaal ondersteunen. We organiseren eigenlijk verschillende acties. Zo hebben we al hotdogs gemaakt, er is een spaghettimiddag geweest. Pannenkoeken gebakken, kerstmarkt georganiseerd. Een high tea met thee en gebakjes. Croque monsieur zo. Op die manier zamelen we geld in en dat bedrag wordt dan eigenlijk verdubbeld door PMV. We vinden het heel belangrijk om ons in te zetten voor goede doelen. Het is ook het mooiste cadeau dat we hen kunnen geven.